We gaan naar onze studiogast van deze week. En dat brengt ons ook meteen bij het Nederlands kampioenschap. Hij is de winnende navigator van de eerste wedstrijd, de Tank S-Rally, naast Peter Bijvelds. Pas 21 jaar oud, Bob van den Nieuwenhuizen. Bob, hartelijk welkom. Je hebt 3 foto's meegenomen. Ja, klopt. 3 van een hele korte rallysportcarrière tot nu toe. Want je bent pas vorig jaar begonnen met een sprintje. En je hebt nu 2 wedstrijden gereden. Wat heb je meegenomen? Ik heb een foto meegenomen van onze confrontatie met Van de Heuvel, met de nulwagen. Een foto, ja, gewoon eigenlijk in Amsterdam. Dat we net begonnen zijn en Peter en ik daar eigenlijk toch de overwinning mee naar huis nemen. Wat redelijk verrassend was. En nog een ander fotootje uit Almere. Je hebt pas 2 rallies gereden. Ja. Almere gaan we zo meteen pas zien, dus dat hele verhaal komt nog. 21 jaar, waarom navigeren? Waarom navigeren? Peter en ik zijn goede vrienden. En die vroeg een keer of dat ik mee wou doen in Amsterdam Rally. Die wou die rijden en Bart kon niet in die tijd. Dus vroeg je mij of dat ik geen zin had om naast even te komen zitten. En dat beviel wel en dat was leuk en was echt, echt gaaf. Je zit naast een van de mannen uit de Nederlandse rallysport. Hoe je het went of keert, Peter Bijvelds is een begrip, is een naam. Als beginnende navigator stap je meteen bij, zeg maar, een kans hebben voor de overwinning in. Hoe beleef je dat voorin meedoen? Ja, absoluut. Ja, ik weet niet hoe het is om bij iemand anders te rijden, want Peter is de enige waarmee ik gereden heb. En het is natuurlijk, voorin rijden is natuurlijk heel apart, omdat de mensen alles proberen eigenlijk om die concurrentie, nou niet de concurrentie, maar de strijd levende te houden. En ze zullen alles zeggen om je een beetje van je concentratie af te halen. En ja, dat is toch wel, vond ik wel erg heftig om dat mee te maken, zeg maar, in het begin gelijk in de topsport, zeg maar. Straks praten we verder met Bob van den Nieuwenhuizen over zijn ervaringen in de rally van Almere, want daar gaan we straks naar kijken. De 2e ronde van het Nederlands kampioenschap, het Rally Clinic Dutch Open. Een serie wedstrijden bestaande uit 8 evenementen van maart tot en met november, van Emmeloord tot aan Hengelo. We hebben de eerste wedstrijd gehad, de Tank S Rally, en we nemen de tussenstand in het kampioenschap met u door in de wetenschap dat de winnaar 100 punten krijgt en dan steeds 2 ervan af. Hij was de leider in de wedstrijd, de Tank S Rally, en met over Mark van Eldik. Maar hij kreeg technische problemen en viel in de slotfase terug van plek 1 naar plek 3. Dat zijn dure punten die je laat liggen. Geweldige auto, ex-fabriek Subaru Impreza uit 2002. Hij wordt genavigeerd door Michel Groenewoud. Door de problemen van Mark van Eldik kwam hij in de slotfase in Emmeloord nog sterk naar voren. Frits van Eert met de Toyota Corolla World Rally Car, voorlopig 2e in het kampioenschap. De klop was groot tijdens de eerste avond op het industrieterrein. Het herstel tijdens dag 2 was adembenemend sterk. Peter Bijvelds wint de Tank S Rally en leidt samen met Bob van den Nieuwenhuizen het Nederlands kampioenschap 2006. Gisteren wel. Vandaag dat weet ik niet. Maar we gaan er in ieder geval vol voor. Ja, we gaan er natuurlijk vol voor. Ja. We kunnen alle 4 winnen, denk ik. Maar uiteindelijk aan de finish zul je zien wie het wint. Het Nederlands kampioenschap wordt mede mogelijk gemaakt door Fabory, Masters in Fasteners. Rechts 4, fietspad op glad. Into T-haaks links, smal glad voor container. 80. Vol over brug, plus. Opgelet, links 2 voor het wit. Zeer kalm, doorgaande weg op. Glad, stoepranden. Ja. Het is een mooi beeld wat u krijgt van de klassementsproeven rondom Almere. Veel industrieterrein, afgewisseld met een aantal smalle landelijke weggetjes. Het is terrein waar elk foutje afgestraft wordt. En dat is niet zo gek, want het is een hele korte wedstrijd. Het tempo ligt hoog. De proeven zijn niet al te lang. En dus 1 foutje en je bent kansloos. Je weet dus op voorhand dat dit een nerveuze wedstrijd wordt. Laten we eens gaan kijken wat de favorieten doen. Aan boord bij Peter Bijvelds en Bob van den Nieuwenhuizen. 50 links 2, into rechts 1. Plus, rechts links. Bijvelds is nerveus begonnen. Hij heeft zijn raceschoenen laten liggen in een hotel. Heeft schoenen geleend van Dirk Poers. En dat zijn niet zijn schoenen. Die zitten niet lekker. En dus mag je dat misschien als excuus geven dat Bijvelds niet als snelste opent op industrieterrein. Waarvan we weten dat hij in Emmeloord ook al niet het snelste daar was. 8, ja, krijgen we. Dus 8 is 10.
Ja, dan moet je even kijken. 10, 38 was start. 16. Je schoenen weg al. Schoenen moeten weg, andere schoenen worden gehaald en Bijveld mag verder. Dit is Mark van Elk. Hij leidde de Tank S Rally. Hij won niet. Nu wil hij revanche nemen. Hij heeft de dag van tevoren de sprint van Almere gereden. Maar het is Eldik die wel het snelste opent. 2 seconden sneller dan deze Dirk Boers en Gert Kamphuis. Zij reden lek in Emmeloord. Zij moesten toen achtervolgen. Dat kwam hun op plek 5 te staan. En Boers weet dat hij op dit soort terrein razendsnel is. Industrieterrein, dat moet je liggen. Dat moet je kunnen. En Boers is daar erg goed in. Tweede tijd op de eerste proef. 2 seconden achter Mark van Eldik. En op de tweede proef pakt hij en passade scratch. Met andere woorden, het is voor de eerste maand het seizoen 2006 dat ook Dirk Boers een rally leidt. We hebben al gehad van Eldik in de Tank S. We hebben Bijvelds gehad. Nu mag Boers als snelste openen. En er had misschien meer in gezeten, ondanks dit hele kleine remfoutje wat Boers heeft op de tweede klassementsproef van de wedstrijd. Boers leidt voor van Eldik op 3 seconden. Derde van Eert op 5 seconden. En Bijvelds, die eerste 2 industrie terreinproeven, daar houdt hij het verschil klein, 8 seconden. Daarachter is het verschil iets groter, Leeman staat 5e. Mooi, kwalitatief, sterk veld aan de start in Almere. Dit is Piet van Hoof met de groep A Mitsubishi, maar de snelheid is weg. En van Hoof moet zijn Mitsubishi aan het einde van de eerste proef aan de kant zetten met problemen. Dan is er nog zijn teammaatje Arjen de Koning, vroeger in een snelle groep N, nu in een snelle groep A Mitsubishi. Hij opent bij de eerste 8 in de openingsfase van de wedstrijd. We hebben de industrieterreinen gehad. We nemen u mee naar proef 3. Dat is een proefje die al jaren in zit. Het is een bouwterrein bij Almere waar elk jaar wel iets gebouwd wordt. Maar het blijft eigenlijk zo'n braakliggend terrein. Met veel onverhard. Er was veel stof tijdens de wedstrijd. En het onverhard lag er, omdat er al een sprint gereden was, behoorlijk ruw bij. En dit zou absoluut de proef van de wedstrijd worden. Ook een proef waar behoorlijk wat verschillen gereden worden. Als je kijkt naar de verschillende stijlen bij de start, wint deze man het absoluut. Buitengewoon goede start voor Dirk Boers en Gert Kamphuis. Maar voor hun bracht die derde proef geen geluk. Het is duidelijk dat hier de eerste schifting gaat komen. Wie durft er op dat hele vieze, gladde onverhard, dat kiezel, echt hard te gaan en het verschil te maken? Ja, dat verschil wordt gemaakt. Deze Frits van Eert na proef 3 derde op 6 seconden. Bijvelds staat 2e. Oh, maar die heeft veel geluk. Bijvelds verliest 5 seconden, maar kijk eens hoeveel geluk hij heeft bij het uitkomen van de snelle bocht en de jump. Links de gravel, tweede man. Super gecontroleerd door Bijvelds en navigator Bob van der Nieuwenhuizen. Dit is echt het mooiste stukje van de proef. Het onverhard waar vreselijk geveegd werd. Maar juist op dit soort proefjes zou je Bijvelds verwachten met een scratch. Met een goede scratch. Met een gat wat hij wil slaan. Let trouwens even op hoe die hier nulrijder Gert van de Heuvel inhaalt. Van de Heuvel staat keurig stil. Straks ziet u hoe het ook anders kan. Nee, Bijvelds pakt hier niet het verschil wat men verwacht had. En van Eldik leidt nu de wedstrijd. Hé, van Eldik, dan missen we 1 man vooraan. We weten dat rallyleider Dirk Boers problemen heeft. Problemen op de eerste echte serieuze proef van de wedstrijd. Dat is wel jammer, want op industrieterrein weten we dat Boers snel is. Maar we hadden hem graag hier ook serieus een tijd willen zien neerzetten op het onverhard. Kijk, het is wel wild. Het is agressief. Onverhard is nou niet bepaald een Dirk Boers ding. Maar tempo lag hoog. Het is jammer dat hij in zijn derde rondje elektronische problemen krijgt. Wat precies dat probleem is, daar krijgen we geen antwoord op. We moeten het daarmee doen. Maar de snelheid is weg en Boers komt nog wel aan de finish van de proef. Hij verliest tijd, maar de wedstrijd is over en uit. Nee, doet het niet meer, dus dan kun je niet verder. Krijgen we niet meer aan de praat, dus dan is het over. Maar wat voor een elektronisch probleem is het? Geen flauw idee, van zoveel verstand heb ik niet van die auto. Het moet bij het team zijn. Ik heb alleen een beetje verstand van het rijden. En ja, nou goed, dat hebben we zo goed mogelijk gedaan. En net wat je zei, na proef 2 stonden we aan leiding. Dus dat ging in principe ging het goed. Alleen op proef 3, ja, toen werd het minder. Jumper rechts houden, rijdt rondrit verlaten, potverdorie, en 70 finish. Ja! Bij de een zure gezichten, bij de andere een geweldige sferende auto. Van Eert en Mombaerts worden een team. Daar ontstaat iets wat in de loop van het seizoen nog mooi kan worden. Dit is verstand na proef nummer 3 in de wedstrijd. Eldik Bijvelds van Eert. Als u meenemen naar proef 4 van de wedstrijd. Een industrieterrein. Meerdere rondjes.
En dat vinden wij toch met alle respect het nadeel van dit soort wedstrijden. Want als je op een industrieterrein achter een minder snelle deelnemer komt, is het te smal om in te halen. Maar het levert geweldige televisie op. Aan boord bij Van Eert, daarvoor zit Arjan de Koning. Kijk, niks ten nadele van de Koning, die rijdt gewoon. Kijk, Van Eert wilde voorbij en wil dan te veel. En dan verlies je op dit soort terrein, op dit soort proefjes, verlies je gewoon de wedstrijd. Want het is nog niet gedaan, hoor. Godverdomme, juist. 120, tweede haaks, links, 100. Links houden, rechtdoor over kruispunt, plus haaks, rechts, kwit, fietspad. Hier, hier. 200. En 150. Dit zijn de secondjes die je als rallyrijder nodig hebt. Kijk, je komt er hier gewoon niet voorbij. En nogmaals, dit soort proeven geweldig voor het publiek, maar voor een Nederlands rallykampioenschap, waar de nadruk toch op ligt, met dit soort klassementsproeven in Almere. Ja, als je verkeerd zit, dan verlies je gewoon tijd. En dat kan net die paar seconden zijn voor de eindoverwinning. Van Eert verliest dus wat tijd. Maar eerlijk is eerlijk, daar doet hij zelf ook wel een beetje aan mee. Het gevecht met de Koning is nog niet gedaan. Gaat niet, gaat niet, gaat niet. Hij staat in achteruit. Is goed, is goed. 100 THX links. 100 THX links, don't cut. 300. THX links. En nu gaan we eruit dadelijk, hè. Naar links. THX links. 100. Rechts houden. Eruit. En rechts 3. Haaks rechts. Haaks rechts, kwit, kwit, 100. THX rechts. Luister mee naar de evaluatie. Domme Frits. Dat is jammer. Zo goed bezig. Ik heb hem best gedaan. Maar er zijn er meer nog met problemen. Kijk, hier Turnbull en die houdt achter zich Mark van Eldik, de leider in de wedstrijd. En dan is nog Peter Bijvelds. Die komt in zijn tweede rondje Ronald Leemans tegen. Kijk, hier is het verschil wel groot. Maar goed, Bijvelds is aan het trappen voor de overwinning. En let u goed op hoe slim Bijvelds is. Het is een beetje een vreemde situatie. Een rotonnetje, je kan links doorheen of rechts doorheen. En Bijvelds denkt, terwijl Leemans rechtsom gaat, ik ga linksom, snellere route. Maar maakt in dit geval niet zo heel veel uit. Maar kijk, Bijvelds komt naar Leemans toe. En de vraag is, gaat Leemans dan uit zichzelf aan de kant of dwingt Bijvelds hem? Leemans voelt zich duidelijk opgejaagd. Bijvelds er hier voorbij. Ah, die denkt er het zijn ervan. Het heeft vreselijk veel tijd gekost, Peter. We hebben het getimed, volgens mij 0 seconden. Het is sowieso niet een geweldige proef die Bijvelds heeft gereden. Hier wat onrust in de auto bij de finish. Leemans, jij hebt ons een bak. Ben je niet klaar? Ben je niet klaar, Flakefish? Wel. Oké. Bijvelds leidt de wedstrijd, wat Van Eldik zou deze proef slecht gereden hebben en staat nu derde op 20 seconden. Maar let op, die tijdregistratie klopt niet en dat wordt later in de wedstrijd nog een hele spannende ontknoping. Wat gebeurt er achter Bijvelds, Van Eldik en Van Eert? De mannen die de top volmaken. Ad Smit staat vierde met de Ford Escort Cosworth. Arjan de Koning met de groep A Mitsubishi staat bij de eerste zes, net zoals Dave Turnbull. De Brit met de Subaru Impreza, ook een oude fabrieksauto, mooie verschijning. En Goedold Jan van der Madel met de groep A Mitsubishi. In de groep 1-klasse, de categorie van de standaardwagens, is het een slagveld. Bolder rijdt eruit, dan is er Wout Hazeleger die goed scoort, maar dan komt er in één keer deze Nellis Verkooyen met de groep N Subaru Impreza. Gloednieuwe auto trouwens aan de start in Almere. Het is de Mitsubishi Evo 9, de eerste 9 in Nederland. Bestuurd door Johan Vaas en Arie Lekkerkerker. Vaas, auto laat gekregen, zelf opgebouwd, nog wat kinderziektes, maar snel al aan de kant. Dat is jammer. Ja, we zijn een beetje te enthousiast geweest. Op groep 4 ging het heel erg goed. Er zit veel onverhard in en we zijn te hard over een jump gegaan. Daardoor hebben we een pirouetje gemaakt. En bij dat pirouetje hebben we een uitlaat verloren en toen is het niet meer verantwoord gebleken om door te rijden. We moeten stoppen. En dit is Nellis Verkooyen. Hij leidt halverwege deze LG Rally van Almere de standaard groep 1-klasse. Volgende week de ontknoping daarvan. Dan naar de tweewiel aangedreven auto's. Janne Winkel er niet bij. Hans Wijs al heel snel uit de wedstrijd door een crash. Vreemd moment, vreemde plek. Dat geeft ruimte aan deze Ronald Koops en Peter van der Adel met de ex-fabrieks Volkswagen Polo Super 1600.
Het is een tweede optreden met de auto. Het geluid is geweldig en het optreden is veelbelovend. Dit zijn beelden van de vijfde proef van de wedstrijd. Parkeerterrein van Muiderzand. Tussen de bomen door. Onverhard, al behoorlijk omgeploegd door de sprint van de dag ervoor. Als je hier hard durft te gaan, kun je verschil maken. Koops met een tweewielaandrijver hier met reserve. Net zoals de nieuwe Fiat Punto van Michel van Westing. Oude auto van Roel Vastbender. Een mooie verschijning, maar voorlopig nog niet snel genoeg om Koops te kunnen bedreigen. Tweede boekel van dezelfde vijf klassementsproeven. We zitten weer op het bouwterrein. Dit is nulrijder Gert van der Heuvel. Hij gaat onbedoeld een rol spelen in de strijd om de eindoverwinning. Want Bijvelds en Van Eldik knokken. Eldik komt dichterbij. En Bijvelds komt al heel snel de nulrijder tegen. De eerste maal ging hij netjes aan de kant. Om onverklaarbare redenen is dat nu niet gebeurd. Hij rijdt Bijvelds in het stof. Jongen. Wat een zegt dat weer. Wat een veer, ik moet gewoon vet van. Wat een zeg. Wat een Links 2 into rechts 2 plus links 1. Bijvelds is geïrriteerd. Terecht, hij rijdt in het stof. Helemaal niks. Wanneer krijgt hij ruimte om in te halen? Wat een Moet je kijken. Domme. Dat is graag links. 150 flat right. Wat? 150 zeg. Daarna 150 links 1 into rechts 2. Hij is er voorbij, maar beide mannen hebben elkaar geraakt. Dat is duidelijk. Maakt me ook geen zak meer uit. 200 flat right. Hier van buitenaf. Van der Heuvel als nulrijder zijn rondjes aan het rijden. Bijvelds op jacht naar de overwinning. Een aanrijding die gelukkig goed afloopt. 400 links 2. Nou is alles weg. Ja, ik weet het. Op. Dit slaat toch weer zo nergens stoppen, hè? Wat een. Laten ze je in het stof vertrekken. 100 links 1. De rust bij navigator Bob van de Nieuwenhuizen is opmerkelijk. Een profi. Maar Bijvelds is gefokt. Nou, die zegt. Weet u nog dat er problemen zijn met de tijdregistratie? Voorlopig na deze proef Bijvelds nog eerste. 7 op Van Eert, 14 op Van Eldik. Hey, ongelooflijk dat jullie ons weg laten gaan, joh. Bijvelds heeft bij de start van die eerste keer hier ook al een uitstel van zijn start gekregen. En vindt, ik had nu niet moeten starten. Had mij even laten staan vanwege Van der Heuvel. Hij besluit om verhaal te gaan halen bij de proevenchef en de proefbemanning. Nou, dat werkt absoluut niet, want iedereen is bezig. En dus loopt hij dan maar weer terug naar de auto. Hij is wel nu zo gefokt en zo geïrriteerd dat je af kunt vragen hoe het verloop van de wedstrijd verder gaat. En dat is de aanrijding tussen Gert van der Heuvel en Peter Bijvelds, waar de hele rallysport het al 3 weken over heeft. Nou, jij hebt ernaast gezeten. Laten we vooropstellen, en dat vind ik altijd netjes, hoor en wederhoor. Gert van der Heuvel zegt, ik heb jullie niet gezien. Ik ga vanuit van het eerlijke van de mensen en geloof dat. Wat is jullie versie? Als hij dat zegt, dan zal ik dat aannemen. Maar eerlijk is eerlijk, de proef ervoor, dezelfde proef die we daarvoor reden, ging hij wel netjes aan de kant en wist hij dat we erachter zaten. En nu eigenlijk, hij ziet ons aan de start staan. Hij rijdt door en hij blijft maar rijden. Misschien was hij dan niet bezig met de race, met de mensen die daar aan deelnemen. Maar hij had ons altijd moeten gezien hebben, zeg maar. We gaan eventjes kijken naar een aantal fragmenten die we voor u op een rijtje hebben gezet van de nulwagen. Voor alle duidelijkheid, de nulwagen start zo'n 3-4 minuten voor de eerste deelnemer, rijdt in dienst van de organisatie en checkt nog één keer het parcours en geeft aan de toeschouwers aan, jongens, het gaat beginnen. Maar er is absoluut één spelregel. Een nulwagen mag never ever zich meten in de strijd om de overwinning. We hebben een paar fragmenten op rij gezet van Gert van der Heuvel, die, bewust of onbewust, maar dat is ook niet belangrijk, toch een rol gaat spelen in die strijd om de overwinning. We beginnen in de Euregio Rally van 2004, waarin die voor Erik Wevers rijdt. Wevers rijdt op dat moment voor de overwinning. Bewust moment. Nederland Rally 2005 in Barneveld. Jaap van Lagen komt Gert van der Heuvel tegen en heeft, hoe je het went of keert, tijd ophaalt. Maar het kan ook anders. Eerlijk is eerlijk. Gert van der Heuvel dit jaar in de Tank S Rally. Daar ziet hij dat Mark van Eldik aankomt. Daar ziet hij dat Frits van Eert eraan komt. En gaat hij netjes aan de kant. Ik snap niet, als je deze beelden ziet, dat hij dat bij jullie niet gedaan heeft. Nee, dat snap ik ook niet. Maar
Zoals ik al eerder zei, in een proef eerder deed hij dat wel. Ging hij wel heel netjes voor het onverhard ging hij aan de kant en stond hij netjes stil. En ja, stil, hij bleef wel rijden, maar wel de ruimte om er langs te gaan. Hier deed hij dat niet. En het was hetzelfde moment, dezelfde tijd dat ertussen zat. En dat vond ik een beetje vreemd. Maar men zegt ook, Bob, in dit geval jij, had ook moeten opletten als navigator en had voor de start moeten zeggen, ik wil later van start. Dat hebben we gezegd. Eigenlijk zei ik, want er was net nog tijd om voor, op onze tijd waren we nog net voor Van de Heuvel uitgekomen. En ik denk, als we toen waren vertrokken, hadden we ervoor gezeten en was er geen probleem geweest. Hebben jullie er zelf van geleerd, als je het nu terugziet? Ja en nee. Ja. Eigenlijk, wat kun je eruit, welke conclusie kun je eruit trekken? Nou, ik kan me voorstellen dat als jij de volgende keer bij een start van een proef staat en je ziet een rode leuke colt aankomen, dat je denkt, ik ga niet van start. Dat kan, maar dan weiger je te starten eigenlijk. Ja. Kunnen we het afsluiten? Want het heeft een geweldig eigen leven is het gaan leven, het verhaal. Ik bedoel, wij pakken het vandaag ook weer behoorlijk beet. Ik denk dat het goed is om wel nu te zeggen van jongens, het is klaar. Het mag never ever meer gebeuren. Nee, daar hadden we op dat moment niks aan eigenlijk. Maar ja, voor ons is het eigenlijk wel klaar. Ik bedoel, het is gebeurd. En ik hoop dat Gert ook misschien er iets van geleerd heeft. En dat we gewoon verder kunnen. En we zullen nog vaak achter hem zitten. En dat dit gewoon niet meer mag gebeuren. Duidelijk, dit hoofdstuk is afgesloten. Almere nog niet, want het slot is adembenemend geweldig. Volgende week het slot bij ons.